Het is goed te merken dat de mannen van Veronica Inziden drastisch op zoek zijn naar topics om over te praten nu er geen sport op televisie is. Vrijdagavond moest SBS-gezicht Martin Meiland het namelijk onttrelden. Wim Kieft blijft helemaal niets met Martin Meiland en zijn chateau te hebben, zo maakte hij gisteren in het programma wel duidelijk. Als het aan hem lag, zou de reality zo eerder vandaag dan morgen van de buis verdwijnen. Ik kan daar dus echt niet naar kijken. Volgens Wim Kieft wordt Martin niet alleen op een voetstuk geplaatst, maar hij lijkt daar ook nog zelf in te gaan geloven. Ik vind het zo vreselijk hoe iemand dan op een voetstuk gezet wordt en niemand gaat daar dan ook helemaal in mee. Ik vind dat echt verschrikkelijk. Johan Derksen kon het daarna ook niet laten om er nog een schepje bovenop te doen, commerciële tv scoort, dus hupsakee, we blijven met die man zitten. Bekijk hier het volledige fragment. Het is niet de eerste keer dat de mannen van zes zich in deze coronatijd, die toch zou moeten draaien om samenhorigheid, de woede van een knur op de hals halen. Eerder werd Rob Verlinder nog diep gekwetst omdat ze zijn ziekte nog blijven stigmatiseren en ook Ali B sloeg terug naar een relletje. Hij noemde de mening van de mannen zielig en voorspelbaar. En gelijk heeft Thea.